Hoe stom kun je je militaire outillage opstellen? Je ziet dus dat die is opgesteld om indruk te maken. Niet om te vechten, want dan ga je niet al die dingen naast elkaar zetten. Het Verossum, kunt u mij horen? Oh, schaatsen op tv. Het NK. Je weet dat er op tv altijd schaatsen is. Dat begint namelijk op 1 november en dat duurt tot 1 april. Dat is een heel nieuw fenomeen. En om een of andere raadselachtige reden heeft de publieke televisie in Nederland besloten dat we alles van het schaatsen uit zullen zenden. Alles. Wedstrijden. Die hebt tegenwoordig voor alles en nogmaals. Kampioenschap van dit, kampioenschap van dat. Kampioenschappen waarbij alle afstanden een rol spelen. Kampioenschappen met, die, met dat werkschaatsen, zal ik maar zeggen. En dan nogal kampioenschappen voor de individuele afstanden. Nou ja. Tel uit je winst, het lijkt wel zwemmen bij de Olympische Spelen. Ja, hè? maar het hoort bij Nederlandse Spelen. Je weet dat fietsen. je bij de Olympische Spelen struikelt en in het bad valt, dan krijg je ook een prijs. Ja, het is ongelooflijk, maar zo is het. Weet je hoe dat komt, trouwens? Dat schaatsen, dat is een probleem. Nee, dat stom met zwemmen, oh. waar ik het nu even over ja. heb. Dat is uitgezocht en kijkers willen heel graag naar zwemmen kijken. Dus ze hebben gewoon het aantal zwemnummers vertienvoudigd. Ja, want je begrijpt, ja, je hebt 10 meter. 20 meter, 50 meter, 100 meter, alles, alles is te doen. Ja. Nou, die rommel die wordt enorm. Je weet ook dat de Olympische Spelen qua uitzendtijden volledig gekalibreerd worden naar Amerikaanse kijktijden. He, vandaar dat wij dus midden in de nacht moeten kijken naar allerlei flauwekul. Je hoeft natuurlijk, godzijdank, hoef je niet te kijken. Maar ja, omdat in die markt het meeste geld wordt verdiend met die uitzending. Nou, oh, dat wist ik trouwens niet. Dat zou, ja. zou nog wel kunnen gaan verschuiven in de komende jaren. Ja, ik stel ook voor dat het gewoon alleen nog maar in Amerika wordt uitgezonden en dan hoeven we in de rest van de wereld niet meer naar te kijken. Nee, het is in ieder geval wel zo dat er, ik denk Elstede komt er niet aan, denk ik dit jaar. <laughs> dat weet je absoluut niet, <laughs> omdat als ik het me goed herinner allemaal dat de echte kou vaak in, in februari komt. Oh. He, tegenwoordig is december eigenlijk een soort verlengde herfst en, en nou ja, is wel, Nu is het ook uh, subtropisch hier, uh, maar februari neem het afgelopen jaar hebben we nog een hele hele koude week gehad, weet je het nog? Ja, toen ze ik, ik was toevallig in het uh, weet het in het hier en die vertelde dat ze nog nooit zo uh, Belast waren geweest dan in die week. Vanwege mensen die vielen door de gladheid? Nou ja, er werden honderden mensen binnengebracht met, met gebroken polsen, gebroken enkels, gebroken armen, gebroken benen, gescheurd bekken. Nou, je kon het zich gek niet verzinnen. Eh. Kon COVID... Ze konden dat nauwelijks aan, begreep ik eigenlijk. Nou, dus er kon COVID niet tegenop? Nee, kon, althans in die week kon COVID er niet tegenop. Nee. Eh. Ja, daar zie je aan ook hoe lollig dat is. Dat schaatsen, een hele leuke sport. Ja. Alleen als je het natuurlijk één keer per vijf jaar kunt doen, dan begrijp je wel dat er ongelukken gaan gebeuren. Ja, daar kijken toch heel veel mensen naar. Zijn er zijn toch heel veel Nederlanders die dat leuk vinden? Zonder meer. En ik ben ook de laatste om het te verbieden. Mijn verzoek is eigenlijk dat ik er niet naar hoef te kijken. Dus ja, God zendt het uit. Ik kijk niet. Dus verder niet zo'n probleem. Ik vind het zonde van de zintijd, maar dat ja. is nou mijn persoonlijke opvatting. Hé, hey Biden die heeft niet geluisterd naar jou, want die zegt ja, ik verwacht toch wel dat Rusland gaat binnenvallen. Ja, natuurlijk zegt hij dat. Als hij zegt, nou mensen, daar valt allemaal enorm mee, daar gaan we ons niet over opwinden. Ja, dan gaat het Poetin natuurlijk wat extra druk zetten. Kijk, er is nu sprake natuurlijk van volgende week gaan ze weer vergaderen, begreep ik. Lavrov en niet en, en blinken. Het is ook interessant dat de, de Russische onderminister is verdwenen. Het is nu de minister van Buitenlandse Zaken zelf geworden. En want de Russen willen vooral ook serieus genomen worden. Dat, dat terecht natuurlijk, omdat we al uit, ik al uit heb gelegd dat dat land zich economisch geen bal voorstelt. Ik las nog net in de krant gisteren of hier gisteren. Het, het huidige Rusland heeft ongeveer het bruto nationaal product van de Benelux. Heb je een, benen, een beetje een idee hoeveel inwoners heeft de Benelux? We rekenen Nederland voor het gemak even op 18. België 11, zitten we op 29. Luxemburg zal 6.700.000 700.000 zijn. We tellen er voor het gemak nog een miljoentje bij op 28 miljoen inwoners. He? Heeft een even groot brutte product als, als Rusland. Wij zijn natuurlijk militair niet zo machtig, maar. Dat is de enige spierbal die dat land heeft, is de militaire spierbal. Dus er is nu onderling wordt er onderhandeld. Je begrijpt wel wat Poetin natuurlijk wil, heel begrijpelijk overigens, is dat hij een paar leuke concessies van het Westen krijgt. Ik weet niet precies wat, wat voor hem de max, of het minimum is, zonder dat hij oorlog hoeft te voeren. Want die kan je één ding garanderen. Ik neem aan dat hij ook wel zo snug is om dat zich te realiseren. Wie oorlog voert, wordt geconfronteerd met totaal onverwachte gebeurtenissen die je vaak niet gepland hebt. En waar je, denk aan de Amerikanen in Irak, weet je nog? Een walkover meneer, betaald met Irakese olie, helemaal geen probleem. Geweldig, idem dito Afghanistan. En het heeft ze uiteindelijk 20 jaar en 6000 miljard dollar gekost en ze hebben niets bereikt. Dus ja, oorlog voeren is altijd een enorm risico. Hmm. Vraag van de luisteraar is nog heeft, Want jij hebt het over de economie van Rusland Heeft het klimaat waar ze liggen nog iets te maken Met die ontwikkelingen daar op economisch gebied Omdat dan natuurlijk een heel groot gedeelte van het land Ja daar kun je niet zoveel Nou je kunt er eigenlijk helemaal niks mee Maar dat gaat nu allemaal smelten natuurlijk En de permafrost die is Bij mij weten ik Kom maar nooit moet ik je bekwennen Maar de permafrost is flink aan het smelten En dat kan heel verstrekkende gevolgen hebben ja. en Ook voor de hele planeet Want dat Produceert geloof ik een enorme hoeveelheden methaangas. Ook een notoren warmhoutgas. En, maar het kan positief werken in de zin dat je die grond, die dus nu in feite vanaf een meter onder de oppervlakte stijf bevoren is, dat die ontdooit. Ja, kijk, op zichzelf liggen de continenten op de planeet verkeerd. Dat is duidelijk. Ik wil ook straks wel toch iets gaan zeggen over geopolitiek. En wat we daarvan moeten denken. Niet veel goed. dat kunnen we vast aankondigen. De mensen kunnen boodschappen gaan doen. Dan kunnen, hoeven ze het niet te missen. Het heeft niet zoveel te betekenen als mensen... Oké. Okay. Uh, dus ja, dat zou kunnen. Hoe, wat, hoe dat uit gaat pakken, weten we niet precies. Hmm. Maar ja, je weet dat ze met enige regelmaat complete mammoet uit de permafrost halen. Ja. ja, dat is ook zo'n jonge mammoet. Die ja, compleet intact. Ja, dan sta ik in een museum. Ja, je hebt dat gevoel van, als we nog even wachten, dan komt hij al trompetterend tevoorschijn. Maar is dat dan als een... die ook tenminste trompetterde, dat weet ik. Niet. Ja, maar kan Rusland, ondanks dat ze dus daarmee te maken hebben, kunnen ze nog economisch ook daar hun voordeel mee doen? Ja, ruimte heeft voor de economie bar weinig te betekenen. Anders dan de geopolitieke denkers denken, heeft ruimte economisch vrijwel niets te betekenen. Okay. We hebben, ik heb al daar al eens heel aansprekende voorbeelden van genomen. Wat zijn de economisch de meest succesvolle plaatsen op deze planeet? Hongkong, Singapore, dat zijn in feite stadstaten. Nederland, ook, laten we niet moeilijk doen. Oké, okay, we hebben nog een Veluwe en nog een paar dingetjes daarachter, maar in feite is Nederland natuurlijk ook een stadstaat. Ja, Randstad, maar even de meest economisch een enorm voor succesvolle unit. Ja. Dus nee, de ruimte betekent niks de mensen, mensen presteren iets pas als ze op klontjes bij elkaar gaan zitten Klonteren, dat is wat mensen graag doen En dat leidt tot enorme positieve effecten Hoe komt dat dan? De inkomen per hoofd in een stad is, is per hoofd Weet ik het, vijf, zes keer zo groot Als in een dorp op het platteland ja, ja, okay. Omdat ze diensten bij elkaar afnemen en producten voor elkaar ja, maken Omdat het efficiënter georganiseerd is Ja, ja ja. Kijk, productiviteit, economische productiviteit, is voornamelijk een kwestie van organisatie. Dat noemen wij efficiëntie, maar het is organisatie, Organiseer het. Als je niet kan organiseren, blijft het een zootje. Ja, en dus even het gelijk naar Rusland. Nou, laten we een praktisch voorbeeld geven: in de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers produceerden de meest fantastische kwaliteitsartikelen, maar de Duitse economie was niet bijster efficiënt georganiseerd. Dat heeft ze. Ik kun niet zeggen dat het de oorzaak is van het uiteindelijke verlies, maar dat heeft ze voor niet onbelangrijk gedeelte de dans omgedaan. De Amerikaanse producten waren vaak shoddy, zoals dat heet. Een beetje slordig in elkaar gezet, dat is vaak nog steeds zo. Maar het was tip-top georganiseerd. De productiviteit was enorm. Economie is organisatie, en, en dus ook mensen bij elkaar wel zetten. Ja, want je moet, laten we zeggen, je hebt een lopende band. Dan moet je, niet meer, mensen moeten wel bij elkaar zijn. Ja, dat wel. Je moet okay. ook wel een beetje doen wat ze afgesproken hebben. En dat is dus eh, het probleem in Rusland. Daar wonen de mensen te ver uit elkaar. En de gebieden waar mensen bij wonen. Nee, elkaar... dat, dan, kijk, er zijn grote gebieden in Rusland waar gewoon helemaal niemand woont. Eh, je hebt natuurlijk qua steden. Ik denk ook aan Steven onderzoek dat Moskou, Petersburg. Eh, voormalig Leningrad, daarvoor ook weer Petersburg. Eh, dat dat natuurlijk alweer veel beter functioneert dan, eh, dan al die dennenbomen. Ja ja dat vermoed ik ook wel. Alleen de organisatie die kan misschien nog wat beter daar. Dat vermoed ik wel. Ik denk dat, eh, vooral natuurlijk omdat corruptie in allerlei opzichten de organisatie ondermijnt. Ja. En de zaken minder efficiënt maakt. Als ja. je natuurlijk voortdurend allerlei mensen in het systeem eh, geld in hun zak steken. waar ze geen recht op hebben. dan begrijp je wel dat dat niet goed functioneert. Ja. Maar jij zegt dus: Poetin is inzet, niet oorlog, maar concessies. Dat is wat hij. Ja, denkt. natuurlijk. Dat zou jij toch ook doen, of niet? Ik Hoef je niet. geen oorlog te voeren? Oorlog voeren is duur. Nou ja, misschien wil Al die spullen wel. gaan kapot, je hebt geen idee. Ja, maar misschien als de... je een half jaar oorlog voert, zeg maar weer de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Enorme successen in de Sovjet-Unie in 1941. Maar als ze dan een half jaar oorlog hadden gevoerd, waren ze de helft van hun tanks kwijt. Ja. Ja. Dus maar... dat wil je liever niet. Ze hebben, ook, ze hebben ze netjes geparkeerd. Je hebt zeker wel die ja, ja. satellietfoto gezien dat je denkt, nou... Ze hebben wel van het parkeren hebben ze in ieder geval verstand. Ja. Nee? Ja. Ze hebben ze helemaal netjes op een rijtje gezet en zo. Ja. Het is maar goed dat de Oekraïne niet veel terug kan doen. Want dit is natuurlijk. Hoe stom kun je je militaire outillage opstellen? Je ziet dus dat die is opgesteld om indruk te maken. Niet om te vechten, want dan ga je niet al die dingen naast elkaar zetten. Ja, je weet hoe de Israëli's in de zesdaagse oorlog de hele Egyptische luchtmacht hebben uitgeschakeld in een half uur. Omdat de Egyptenaren alle vliegtuigen vlak met elkaar aan de neer gezet. Of purlangerban, zo je wil. Een klassieke fout. Ja, want dan hoef je er alleen maar met een ander vliegtuig overheen te vliegen en de, en de, de kanons aan te zetten en klaar is kees. Dat is hier dus ook. Dus ik dacht nog, je kunt wel zien dat de Russen weten. Dat Oekraïne geen luchtmacht van betekenis heeft. Want anders zou je zeggen: als Oekraïne zou je zeggen. Nou, hebben we een zogenaamde pre-emptive strike. We verrassen ze eventjes. En je schiet dat hele, dat hele bestel daar. Dat schiet je in een half uurtje. Schiet je dat aan Vlaarder. Nee, het, het maakt natuurlijk een... Nogmaals, dit is oorlog om indruk te maken. Niet oorlog om oorlog te voeren, want dan doe je niet zoiets onbeschrijfelijk stoms. Dan zou dit meer spreiden. Ja, het uh... feit is natuurlijk dat Oekraïne, ik heb geen idee, waarschijnlijk nauwelijks een luchtmacht heeft. Maar als ik de Oekraïners was, en ik zou een klein beetje kwaad willen. Nou ja. Ze krijgen wel hulp nu, hè? Miele, wapens ook ja, van Duitsland. Ja, defensieve wapens krijgen ze. Ik weet niet wat dat precies inhoudt, maar ze krijgen defensieve wapens. Maar nogmaals, het hele spel is. Druk zetten, onderhandelen. He, had Lavrov niet een week geleden gezet, er werd niet meer onderhandeld. Er waren nog we wel eens even eh, hom en kuit, of hoe heet dat ook weer zien? En nu blijkt er gewoon nog weer een week onderhandeld te kunnen worden. Nee, druk zetten en tenslotte je doel bereiken zonder dat er gevochten hoeft te worden. Hmm. Oké. Okay. En wat zou we.? Wat zou zo... Vecht is niet leuk en vecht is risicovol. Ik vind ook Poetin. Ja, Dat vindt Poetin ook. Ja, hij, hij maakt toch over de hele linie de indruk dat hij zeker tactisch niet stom is. Oké, okay. maar wat zouden de concessies kunnen zijn? Strategisch, daar hebben we het over gehad, betwijfel ik het nut van al dit ja. gedrag. Ja, ja, ja. ja. Wat zou hij willen bereiken, denk je, voor Rusland? Nou ja, hij heeft natuurlijk hele extreme eisen gesteld. Uh. Dat doe je altijd, extreme eisen stellen als je weet dat je gaat onderhandelen en dat een groot deel van die extreme eisen niet Precies. ingewilligd zal inzetten, worden. Zullen dus 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 ergens, 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 zullen ze ergens al Bulgarije en Roemenië uh, alle spullen van de NATO weg laten halen? Nee, natuurlijk dat gaat het niet gebeuren. Maar je zou kunnen zeggen dat het Westen zegt, nou ja, die Oekraïne kan voorlopig geen lid worden van de NATO, daar kun je formules voor bedenken. Misschien klinkt dit in het Frans beter, wie zal het zeggen. Er zijn mogelijkheden. Maar ik weet het ook niet precies wat de onderste lijn is. Hmm. Ik onderhandel niet met nee. Poetin. Uh, die uh, was ook van plan naar Oekraïne te gaan. hè? Ja, ze gaan daar. Je begrijpt dat dat natuurlijk electoraal ligt te goed. Hè? Rutte gaat ook. Dus uh, je begrijpt dat Bobke ook nog op twee passen achter Rutte moet lopen. Maar wat gaan ze daar doen? Nou, ik weet niet. Ik denk dat de Oekraïners moeten inspreken. Want je weet dat ze gek zijn met Nederland. hè. Als ze horen dat Nederland ook er volledig achter staat. Nou ja, dat scheelt zo enorm veel in Kiev. Nou, worden, worden ze echt heel gelukkig ja. van. Rutte heeft uh, Poetin ook gewaarschuwd, hè? <laughs> dat is zo komisch, ja. Ja, nou ja, het kost niks. He. Je zegt dat je secretaris stuurt een waarschuwingstelegrammetje. Die hebben ze waarschijnlijk in een vaste vorm liggen. Dus hup, waarschuwingstelegrammetje eruit. Ja, het lijkt me nuttig, ja. Je weet precies, de, de Russen zelf nemen alleen de Amerikanen serieus. Dat vind ik ook weer niet verstandig trouwens, maar goed, dat is wel hun opvatting. Dus, de we Chinezen weten. niet? Ja, die hebben natuurlijk hier helemaal geen partijen in. Nee, die zijn er geen partijen in dat Oekraïne-conflict. Nee. Die hebben hun eigen achterlijke geopolitiek, maar die zijn in dit nee, conflict geen partij. Ja, we hebben natuurlijk wel het MH17-drama natuurlijk, hè, wat, wat ook nog Ja, dat is natuurlijk Ja, verschrikkelijk en, en afschuwelijk als je, als je daar je bij het leven laat. Maar natuurlijk vooral een ongelooflijk stopzinnige fout. Nee. Hm. Anders kun je het niet noemen. Hm. Maar dat zal ook met de, de houding van zo'n Rutte richting Rusland, zal dat natuurlijk op de achtergrond meespelen. Nou, dan denk ik, ja, ze zullen, die Russen zullen zelf ook wel begrijpen dat het dan niet zo fijn was dat, dat, dat ze dat toestel niet hebben geschoten. Maar ja, zoals je weet, zij ontkennen alles. Ja. Dat, dat is overigens helemaal in overeenstemming met ook traditionele Sovjetpolitiek. In de Sovjet-Unie vielen met enige regelmaat vliegtuigen naar beneden. Vooral ook omdat ze niet erg goed in elkaar gezet waren. En, maar in, er, vliegtuigongelukken was iets van het kapitalisme. Dan vielen die dingen zo uit de lucht. Verschrikkelijk. Vliegtuigongelukken in de Sovjet-Unie bestonden niet. Ja, dat kon zijn dat je hele familie die in een vliegtuig zat. Maar dan kwamen ze niet aan. En, en niemand wist waar ze gebleven waren. Is er misschien een ongeluk gebeurd? Nee, absoluut niet. Er gebeurt nooit een ongeluk in de sovjet -Unie. Ja, vaak waren die mensen jaren op zoek naar hun verdwenen familieleden. Omdat zo'n vliegtuig verongelukt was. Ja. Je ontkent altijd. Hè? Denk aan. aan nou, weet het, het, het kernongeluk hè? in de Oekraïne natuurlijk ook. Ja, dat werd de eerste twee weken glad ontkend. Ja, tot de metingen in West-Europa zo spectaculair waren... van de verhoogde radioactiviteit, dat ze het wel toe moesten geven. Maar het is heel typisch communistisch nog. Restanten van de oude ideologie. Alles ontkennen. Kan niet verdomme wat... Hoezo ziet mijn huis er uitgebrand uit? Dat, dat lijkt wel zo, maar dat is niet zo voor filmopnamen, niets aan de hand. Hè? Je ontkent alles, omdat, vooral omdat er voortdurend dingen misgingen. Het waren hele slechte, slecht georganiseerde systemen. Dat is ook de tactiek van Trump dit, hè? Ja, Trump is een uniek geval, op het punt van leugens is hij een uniek geval. Maar die ontkent ook steeds. Ja, maar... Hij ontkent hem, hij liegt altijd. Alles wat hij zegt is in feite een leugen. En bovendien zijn dat over tien minuten weer andere leugens. Of over een uur of morgen. Totaal anders. En omdat hij altijd liegt, is hij die, is die gepantserd. Kijk, stel je nou voor dat jij eigenlijk meestal wel de waarheid spreekt. Maar af en toe vertel je een leugentje. Als je de mensen daarachter komt dan, Nou, dat is toch. Ik begrijp niet dat Tom dat gedaan heeft. Altijd spreekt hij een hele betrouwbare jongen... en dan liegt hij over, over het feit dat die hechter zo raar uitziet. En dat begrijp ik nou niet. Dat is bij Trump nooit aan de orde, want hij liegt altijd. Dus je zegt ook niet bij Trump, hij heeft gelogen. Je neemt gewoon niets wat hij zegt, nou serieus. Dat is veel verstandiger. Ja, maar dat is bij de Russen toch ook niet? Dat neem je toch ook niet meer serieus? Nou ja, soms hebben ze hele kwaaie dingen in de, in de zin. Dat zal bij Trump misschien ook het geval zijn. Hoewel Trump ook denkt bij zichzelf... Ook, ook zelf geen, geen helder beeld heeft van wat hij eigenlijk wil. Hij, hij rommelt zeg maar een beetje door het leven heen, zolang die rode knop maar werkt. Ja, voor de coca-cola. Kende je dat verhaal? Biden heeft hem weg laten halen. Ja. Maar ik neem aan dat er een gaatje is. En dat als die terugkomt, dat hij er ja. makkelijk weer een knop in kan laten. Dat was de zetten. rode knop voor als die hè, dat in een gesprekspartner kwam. En dan zei hij, zal ik eens op de rode knop drukken? En dan, uh, dan gesprekspartner die twijfelde nog een beetje. Dan deed hij dat. En dan kwam hij een man een glaasje Coca-Cola brengen. Ja, God, als je president bent, doen ze alles voor je. Ja. Dat betreft een hele fijne functie. Ik had ook een prachtig vliegtuig en zo. Een auto, een echt super auto. Het is wat dat betreft natuurlijk een geweldig baantje. Ja, er zijn verschillende CEO's. Als je daar aardigheid in hebt, is het echt een geweldig ja, baantje. Ja, ja. Nou, er zijn meer CEO's die zo'n knop schijnbaar zouden hebben in hun kantoor. Ik twijfel er geen moment aan. Zeker wanneer ze gezien hebben dat Trump zo'n knop heeft. Hè, dat je had er hier, zeker, dat je ze doen. doe, doe mij ook zo'n knop. Ja. Hè. Trouwens, dan wil ik wel twee knoppen eigenlijk: Eén voor cola en één voor, weet ik veel, fris of zo. Ja. Oké, okay, dus de uh, conclusie van het Rusland gedeelte is van dat loopt uiteindelijk met een sisser af. Dat weet ik niet. Ze kunnen een foutje maken. Ze kunnen iets raars doen. Maar gezien de opstelling van de Russische strijdkrachten zou ik ja. zeggen is dit vooral een imponeergedrag. Oké, okay, wat ik nog even benoemd naar ben is de opstelling van Duitsland. Want daar hebben we natuurlijk nu een nieuwe nou, leider. je hebt gezien dat in Duitsland ligt het gevoelig. Er bestaan nog veel Merkeliaanse ideeën in die zin. Het heeft geen zin om voortdurende confrontatie met die Russen aan te gaan. We moeten met ze in gesprek blijven. Je weet dat ze vloeiend Russisch sprak. Dat uh, sprak ze denk ik met Poetin. Poetin sprak gewoon vloeiend Duits, want die heeft lang in de voormalige DDR gewoond. Uh, dus ja, en, en, maar, maar groen, uh, hoe heet het? de Duitse groenen zagen daar veel minder in. En ja, dat is die, die beerbok, die is nou toevallig minister van Buitenlandse Zaken. Maar ik dacht dat Scholz nu ook wel, Vrij scherpe uitspraken had gedaan. Ja, omdat het is toch een van de machtigste landen van Europa is, dus of niet het machtigste land? Dus... Het is verreweg het machtigste land van Europa. Ik heb er ook al op gewezen dat het Duitse bruto product twee keer zo groot is als dat van Rusland. Ja. Eh, economisch gezien is, is Duitsland een gigant. En, en in feite, dus, nou ja. Nou ja zelfs de Benelux stelt heel wat voor, maar je ziet dus dat wij even, veel gro even groot zijn economisch. Als Rusland. Dat is op zichzelf wel een fijne gedachte, toch? Ja. He, dat je met al die dennenbomen. He, het is eigenlijk de grootste collectie dennenbomen die ergens op de planeet bestaat. Dat je dat toch niet. Dat je beter toch Nederland kunt zijn. Ja. Ik verwacht dat jij binnenkort wel weer de lezingen kunt doen in het land. Want, uh... Ik hoop het. Ik ben al door, door de theaters gebeld dat ze het niet zeker wisten. En, en dat, dat ze eigenlijk hoopten dat er. Nou, wat is het volgende week? Dinsdag? Dinsdag ook. ook, ja. Dat dan toch de theaters open mogen. En of ik, eh, of ik überhaupt op wou komen dagen als ze open zijn. Of dat ik dan bang was om. Maar ik weet niet meer precies waarvoor. Ja, misschien kan ik gewoon ook een TV op het toneel zetten. Denk ik nu ineens dat waar schaatsen op is. In He? het geval kan ik daar ook een, ja, een hele leuke beschouwing over geven. Ja, nee, dat denk ik wel. De meligste sport ter wereld. Misschien kun je de Elfstede toch van 97... Dat is toch ontzettend veel melige sport. Dat is toch echt verschrikkelijk. Ja. Ja. Ook, ook sport waar we ons enorm over opwinden. Dat is toch vaak wel zo melig. Ja, hè? tennis hebben we nu gehad. Dat met tennissen met, die, met dat baseline spel. Dat je toch verschrikkelijk... Paf, 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 paf. Nou ja, dat kan eeuwig duren. Hè? Die matches. Goed, dit, uh, dit terzijde. Maar er zijn mensen die zeggen. Zelfs heel veel Formule 1, ik het zeg ik even speciaal om Nederlanders te kwetsen. is toch vaak strontvervelend. Ja, omdat, omdat ze niet passeren kunnen. En vanwege die aerodynamica kun je niet meer passeren. Ja. Ja. En dus komt het, ja, ja, je kunt pech hebben, lekker band krijgen. en ons tegen elkaar opknallen. Maar in principe, als er geen gekke dingen gebeuren. komt de hele die komt ook in dezelfde volgorde weer aan. Maar Thijs van nu krijg ze altijd, je moet je verdiepen in de sport. En als je dat doet, dan ga je ook het, de, het plezier ervan zien. En dan ga, je, dan ga je het leuk vinden. Ja, wat mij betreft, zonder veel tijd om je daarin te verdiepen. He? Moet je in sport verdiepen? Kan ik zien of ja, zo de regels? Hoe reg het zit? Kan ik zo'n zien of zo'n of dat nou wel snel gaat of niet snel? Nee, het leek me altijd al vrij snel. En dan blijken ze een honderdste van een seconde sneller te zijn. Maar goed, bijvoorbeeld over de Formule 1, daar hebben wij ook wat reacties op gekregen. Daar zeiden ze: ja, Jullie snappen die spelregels niet. Want hè, we, we, we hadden het erover dat het oneerlijk is. Ik weet meer van de Formule 1 dan die klagers, daar ben ik van overtuigd. Nou ja, het ging over. Kijk die... in Nederlands zijn we namelijk alleen in de Formule 1 geïnteresseerd als die gewonnen wordt door een Nederlander. Voor de rest heeft het ons al die jaren nooit ene kloot geïnteresseerd. Nu hebben we in een Nederlander, nou, nu is het wel een sport. Zoiets ja. fantastisch. Maar jij zei het is dus oneerlijk. Zo ongelooflijk. Oneerlijk dat Verstappen gewonnen heeft. Ja, en, zeker vond ik dat. Ja, en dan hebben mensen zeggen, ja, maar kijk eventjes hier is het eerste reglement. Die 70 keer mag. In, nou, maar. dat was uiterst dubieus. Ja. God, de Mercedes heeft dat erbij neergelegd. Omdat je, ja. ja maar dat je natuurlijk ook lullig is als je dan op maanden gaat procederen. Die duidelijk is wie de wereldkampioen is, maar. Ik vond het op zijn minst een zeer dubieuze beslissing. Ja. Maar er was een meneer uit Roermond die stuurde een bericht. en zei, ja, het is soms lastig om toe te geven dat je geen gelijk hebt. Maar misschien moeten jullie dat in dit geval wel doen. Want het is volgens de reglementen gegaan. Dus het klopt allemaal. Ja, laten we het kort samenvatten. De Nederlander heeft gewonnen, dus zal het wel kloppen. Volgens... Maar nee, dat is dus niet zo. Het is krioot dat die indien. Ook dat die, dat die wagens ertussenuit moesten. Het, het was helemaal een uiterst dubieuze affaire. Ja. Overigens, waarschijnlijk met de beste intenties gedaan. Met het idee, het is toch een beetje lullig als ze achter de safety car straks over de finish komen. Als dus laatste nog een rondje racen. Nou ja, zo, dat heeft zo uitgepakt vanwege de banden. Eh, omdat Verstappen wel nieuwe banden had en Hamilton niet. En ja, bij banden maken alles uit in de Formule 1. Ja, klopt, maar dat is dus wel in overeenstemming volgens vol vol het re reglement wat er ligt. Nou, dat is uiterst dubieus. Omdat in feite dat reglement niet in deze unieke situatie voorzag. Wat vind je van curlen trouwens? Over sporten gesproken. Je bedoelt, dat zijn die dingen die ze over het ijs duwen. Curling, ja. Die stopzuigeling. Die... Met zo'n bezempje. Zo ja, zo bezem. ja. ja God, dat zou ik even zeggen. Dan vind ik hetzelfde als wat ik van zoveel sporten vind. Okay. Is er wel iets wat je dat wel je spannend vindt? Dat, dat ze de indruk maken dat ze niet goed sneak zijn. Hmm. En dan merk ik voetbal? Heb je daar wel eens nog een hele wedstrijd gekeken? Ja, ik ben een keer in New York in zo'n stadion man, geweest. Man, 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 wat is dat? vervelend zeg. Daar is een reële speeltijd van 60 minuten en het staat voortdurend stil. Dus je zit 2,5 uur te kijken. Ja, dat klopt, terwijl er ja. maar 60 minuten reële speeltijd is. En er is heel veel entertainment omheen, Ja, met die meisjes met de pompons. Zeker en mijn nicht. Ik was er met mijn nicht, die had ook een verrekijker bij zich. Heb ik nog met die verre kijken naar die meisjes gekeken? Ja, sorry, ik bedoel, dat kan tegenwoordig ook niet meer. Ze zijn trouwens vroeger begonnen met, met dat soort lui, met jongens. Dat is het lollig. In de 19e eeuw. Maar daarna zijn het meisjes geworden. Maar ik vond die meisjes ook niks aan. Ik vond het geen aantrekkelijk van typisch Amerikaanse meisjes. Veel Amerikaanse vrouwen vind ik met mijn typisch. Europese blik niet bijster aantrekkelijk. Nee, we hebben wat kenmerkt die dame dan? Geen ook. idee, je ziet het meteen eigenlijk. Fris gewassen haar, ja. Ja, gewoon enorme kakamenten. En natuurlijk die afschuwelijke moderne afwijking van dat lange blonde haar. Ja, ja. Dames, mag ik u verzoeken, kan het wat donkerder, het haar, wat korter? Dit is echt verschrikkelijk. Het is eigenlijk net alsof jullie uit een fabriek komen. Dan hebben we nog eventjes Benjamin en die zegt dat dat mondmaskertje wat jij dus had van het UMC dat is wel een medisch mondmasker. Dus Ahha, is toch een medisch mondmasker. Ja, dus ik had het fout. Ja, jij had het fout, Tom. Ja, we moeten dit 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 uh, medisch mondmaskertje dat. Uh... Met, met de gele touwtjes, zegt u er nou, specifiek bij. Precies, want ik zeg gele touwtjes, daar was ik ook al ja, heel kijk, diep van onder de indruk. Ik heb dit, dit dus met van die witte dingetjes. Dit is volgens mij geen medisch mondmasker. Ja, dat is ook een medisch mondmasker. Ook een medisch mondmasker. Ja. Okay. Ik vond dat ook bij die persconferenties en al die lulkoekerijen. wordt. Leg dan nou eens even uit wat een medisch mondmasker ja. is dus er blijkt tal van mensen geen flauw idee nee, hebben. Nee, nee, heel nee. veel mensen denken dat het dat, dat snuitvormige ding is. Wat merk altijd op. Had. Ja, precies. Maar, maar dat, dat schijnt niet zo. Dat niet is he? dus niet zo. Oké. Okay. Nou, daar hebben we heel veel reacties op gekregen, dus dat is bij deze is dat uh, rechtgezet. Dan hebben we nog eventjes iemand die de moeite heeft genomen om wat even in te spreken. Even luisteren wat dat Dag, is. Dag, Maarten en Tom. Uh, dit is Joep van Drunen uit Amstelveen, voor de duidelijkheid. Um, ik heb een vraagje, uh, eigenlijk twee Eh. Maarten heeft al eens aangegeven wel eens iets over Jezus te willen, uh, willen vertellen. Ik heb daar ook wel vragen over. Ik ben benieuwd hoe je, uh, Maarten daartegen aankijkt. Uh, denkt hij dat het historisch een waar verhaal zou kunnen zijn? Of zegt hij nou ja, het is zo lang geleden opgetekend. Ik heb mijn twijfels. Um, daarnaast vroeg ik me af of het mogelijk is om de boeken bij de omschrijving te zetten van de podcast. Want in de laatste podcast heeft Maarten het gehad over 11 september als zijnde een boek. Daar zijn er heel veel van. Dus wellicht is het een ja, idee wel, om boeken nee. te vermelden in de omschrijving van de podcast. Met goed, Joep van Drunen. En ga vooral zo door. Volgens mij, de Jezus, hebben we al een keer besproken. Ook dat verhaal. Ah. Ja, nou goed, ik heb ooit het Nieuwe Testament gelezen. Ook het Oude Testament trouwens ik twijfel er eigenlijk niet aan dan dat dat verhaal of die vier verhalen want het zijn natuurlijk de vier evangelie teruggaan op een prediker die actief is geweest in wat we ook van om die reden het heilige land zijn gaan noemen feit is natuurlijk dat die verhalen opgetekend zijn honderd jaar na zijn kruisdood ik neem aan dat dat maar waarom zou dat niet ook kloppen uh, ja uh, en nou ja top Opmerkelijk is natuurlijk dat, dat we. Eh, laten we zeggen dat het georganiseerde christendom. in de loop van een paar eeuwen eigenlijk. Een, een hele religie heeft uitgevonden. die bepaald niet opgesloten zit in de prediking van de Heer Jezus. Daar komt de tijd op neer. De Heer Jezus is heel concreet over de komst van het Koninkrijk Gods. Hij zegt ook helemaal nergens dat dat door zijn kruisdood, die hij natuurlijk ook niet aan zag komen. Eh, ja, ze zullen wel zeggen dat zag hij wel aankomen enzovoort, maar goed. Die hij natuurlijk ook niet aan zag komen. Dat hij, dat hij daardoor de mensen van hun zonde bevrijd heeft, dat zegt hij nergens bij mij. Bij, althans, dat is mij niet opgevallen. Wat je opvalt als je die vier evangeliën leest, is dat in allerlei opzichten: A, een man was met humor. En B, dat hij, dat hij nogal uit kon varen tegen die onnozelaarste die hij als discipel had aangetrokken. Een soort van John de Mol. <laughs> Daar zou ik het nou niet mee willen vergelijken. Nee. Die flipt ook wel eens uit. Nee, denk ik. nee, nee. Ik, mijn indruk is toch dat. John de Mol een, een handige zakenman is, die één keer in zijn leven ongekend geluk heeft gehad. Toen zij en de Mol natuurlijk voor een veel te hoog bedrag aan, die, aan Telefonica hebben verkocht. Ja, en als je natuurlijk helemaal start van een, van een paar miljard, dan moet je dan heel erg plunderen, wil je dat niet wat groter kunnen krijgen. Maar goed, nee, ik zie je... Eh, nou ja, je hebt dat, dat verhaal natuurlijk, dat, dat eigenlijk de heer Jezus de meest succesvolle zakenman ooit is geweest, die met twaalf... Volkomen onnozele discipelen. Een van de grootste organisaties ter wereld heeft opgebouwd. Of gesticht, laten we het zo zeggen. Maar waar had die humor uit eigenlijk blijkt? Waar blijkt dat uit? Ja, uit die opmerkingen over die discipelen. Die, die discipelen zijn steeds hartstikke bang voor van alles en nog wat. Zoals ze een bootje gaan varen zijn ze bang dat de wind te veel opsteekt. En ze overboord vallen. En, nou ja, kortom. en, en dan zegt hij van ja, weet je wat? jullie markeert aan geloof, hè? Als je een beetje geloven bent, is toch ook met het over dat water lopen. Ja, ja. ja dat, is, dat is als je daar even over nadenkt, is vrij humoristisch. Ik kan niet anders zeggen dat de Heer Jezus, na lezing van het Oude Testament, is, is de lezing van de vier evangelie echt een enorme opluchting. Oké. Okay. Luister ook de aflevering Jezus, want het is hier al een keer over gegaan. We hebben hier al eens iets over gezegd. En ja, met die boeken, dat moet je maar even doorsturen. Want ik, ja, uh... ik zal jou even dat boek over... Uh, 9-11 zal ik je sturen ja. en een boek over de schildpadden. Ja, dan kunnen we dat vermelden. Ja, dat de schildpad is een vrij dun boekje, maar dat gaat dus over het probleem van de vertraagde stofwisseling. Ja, dan kunnen mensen dat bijden. De hebben? vraag is natuurlijk: wil je, oké, okay, die, die schildpad die you know, daarin een rol speelt, die is dus 225 jaar oud geworden. Maar wil je zo sloom levende 225 jaar oud worden? Of wil je liever gewoon pakken B72 worden en een, min of meer. Normaal leven leiden. Ja. Waarbij je af en toe een frietje kunt eten zonder dat je per se wild water hoeft te varen op de Mekong of moet gaan bungee-jumpen in, in, in een Spaans ravijn of weet ik veel wat. Ik denk dat die auteur die schrik zich zo meteen rot heeft. Allemaal dat mensen die dat boek willen gaan lezen en kopen. Dan, uh, dat heeft hij over die schildpadden? Ja, dat denk ik ja. Als je dat in die beschrijving moet Ja, want het gaat natuurlijk ook over andere beesten die nog veel ouder worden. Dat is het Oh, het is niet alleen de schildpadden. <coughs> ja, er zijn meerdere. Ja, er zijn dieren, een soort van kwallen die daar beschreven worden. Ja. Die feitelijk, als je het even bestudeert, het eeuwige leven hebben. Oké. Okay. Omdat ze in een soort steeds vernieuwende cyclus terechtkomen. komen. Dit is echt verschrikkelijk.